Vanuit het Rabo Talentenplan werd in het Utrechtse Renswoude een regiotraining Eventing georganiseerd. Veel jonge talenten kregen van bondscoach Eventing Martin Lips, jeugdbondscoach Alice Waanders en andere coaches veel aanwijzingen. Een nieuwe opzet. We hebben ze eerst cross training gegeven. Daarna laten we ze een klein crossje rijden. Dan geven ze feedback, dan geven ze dus aanwijzingen van wat we anders willen zien. En dan laten we ze nog een keer de kleine crossje rijden. En dan kunnen we kijken hoe dat ze die feedback oppikken. Of ze ook coachbaar zijn, of ze dat ook verstaan. En de kunst is natuurlijk om ze een kleine aanwijzing te geven, hè, wat het meest belangrijke is. En als ze dat dan goed invullen, dat is eigenlijk wat ons om gaat hier. Goed hersteld, en hier ook goed gereden. Kijk, en dat is natuurlijk een moeilijk hindernisje, hè, dat smalletje in het water. Dus je komt in het water en dan kijk je eigenlijk gelijk je lijn naar dat smalletje. En gewoon hier blijven zitten. Hè. Niet te snel. Eigenlijk een afstand zoeken. Je ziet een hoop talenten vandaag rondgelopen. Ja. Zit daar wat tussen? Er zit zeker wat tussen. En we hebben ook wat kinderen van 11 jaar gezien. Met ervaren ponies. Nou, mooier kan het niet. Ik hoop dat iedere ouder met een kind wat eventing wil worden, een ervaren pony voor zoon of dochter gaat kopen. En zo een beetje, ja, dan moet je toch van hebben. Ja, er zitten supertalenten tussen, er zitten echt hele goede bij. En dat kunnen die ook vandaag echt zien. Dus we kunnen echt, we worden breder, we kunnen echt gaan selecteren. Nou. Kijk, het is een taak van de ruiter om die paarden en die ponies in balans bij de afzet te brengen. Ja. We moeten die paarden en die ponies zo africhten dat hun dan springen. Kom maar, dan galopeer je hier omhoog. Je zit erachter, je springt die laag naar beneden. Je hebt iets meer aan de kop en dan spring je wat netter over die tonnetjes. Ja, dat is gewoon geweldig om die kinderen te trainen en ze te helpen. Want, daar gaat het niveau van omhoog, hè? Dat is de bedoeling. Hij is ontzettend goed gevoel. Daar krijg je energie van, leuk. En ze mogen best fouten maken, daar moeten ze ook van leren. Het is ook een training, het is geen wedstrijd. En als ze deze fouten dan in de wedstrijd maar niet maken. Dit soort sessies die gaan wij er proberen 2 of 3 in te plannen, op deze manier. De volgende keer gaan we weer gewoon crosstraining doen. Dus dan gaan we weer in een thematraining. Gaan we of water insprongen, of lijntjes, of smalletjes, of puntjes. Gaan we trainen. En dan hebben we dus duidelijk een thema, spreken we af. Wat we eigenlijk willen verbeteren en willen ontwikkelen. En dan kijken we later in de praktijk, als dat dus in een cross staat, hoe dat ze daarmee omgaan. Hoe dat ze dat oppikken en hoe dat ze daar gaan rijden. Heeft de eventing sport in Nederland toekomst? Zeker. Ja, absoluut. En helemaal nu. En als je kijkt zo waar we hier zijn. We hebben op het moment prachtige terreinen en het gaat alleen maar beter worden. De groep die groeit en de kwaliteit neemt toe, dat kunnen we zien. Dus wij komen ook uit het diepste dal, hè. Dan kennen we het beste de heuvel op, hè. Dan gaat het makkelijkste.